Hallo beste lieve kijkers, daar zijn we weer. Van harte welkom op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal en Entertainment. Vandaag, in deze korte aflevering, geef ik aandacht aan uit Feyenoord, stoute speaker van de Kuip, uit profvoetballer Peter Houtman. Ja, inderdaad. Maar ik ben nu onderweg naar de dichter van Zuid, naar de dichter van Feyenoord en de persoon van Ruben van der Heuvel. Ruben van der Heuvel heeft een speciaal gedicht gemaakt als ode voor Peter Houtman. Goed, blijf kijken en we komen zo bij je terug. Hoi. Ze schijnen daar als bakens in de verte. De duizend lampen van het Feyenoordstadion. Vier reuzen, elk een Goliath, als de hoeders van de stad. Symbolen voor het hele legioen. Ja, ze roepen ja en mij daar in de verte. De echo die je waar ter wereld horen kan. De klank wordt overal gehoord, de klank van Feyenoord, de stem van de ware kampioen. Van harte welkom op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal en Entertainment. Vandaag in deze aflevering, een kleine korte aflevering, een eerbetoon aan Peter Houtman. Ik heb hier naast mij de dichter van Zuid, de dichter van Feyenoord, inderdaad, u ziet het al achter mij, Ruben van der Heuvel. Hallo Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Komt er even bij. Kijk eens, Peter Houtman. Dit is de dichter van Zuid, de dichter van Feyenoord, Ruben van der Heuvel. Ruben, hoe maak je het? Ja, afgezien van dat ik een beetje ziek was de afgelopen dagen, prima. En je bent ziek geweest? Ja, alleen een beetje spierpijn nog, joh. Dus gaat prima. Oké, goed. Ruben, blij dat je er weer bent. Ja. Je was wel een tijdje terug. Volgens mij 2 september dat we onze laatste keer het weer zien hadden. Ja, maar dat was inderdaad over het primeur en natuurlijk vertrek. Doen we nog eventjes van Steven Berghuis. Ja, nou dat was nog een stukje eerder inderdaad. Een persoonlijke titel hebben we elkaar 2 september nog gezien. En volgens mij een maand daarvoor of zo op basis van... Degene die niet genoemd mag worden. Laten we het daar maar op houden. Ja, precies. Ruben, ook voor alle Rotterdammers en Feyenoorders, ook het legioen. Jij bent natuurlijk een bekendheid binnen de Feyenoord groep. Je hebt Feyenoord een beetje gevolgd tot nu toe? Ja, elke wedstrijd natuurlijk. Hè. Na elke wedstrijd komt er een gedicht van mij op de pagina. Ja, ik heb het een beetje gevolgd op social media. Heel wat schrijven van Ruben. En natuurlijk altijd Feyenoord. Ja, af en toe komt er nog wel eens wat persoonlijks tussendoor. Maar over het algemeen is het voornamelijk Feyenoord gerelateerd, ja. Inderdaad. Ja. Helemaal super. Kijk, Ruben, ik ben eigenlijk hier bij jou gekomen in verband met, we hadden samen een ideetje. Ik ga binnenkort aanstaande donderdag naar de Kuip. Feyenoord, vandaar ook Feyenoord shirtje aan natuurlijk. Jij ook natuurlijk een Feyenoord shirtje aan natuurlijk. Ja, ook natuurlijk een eerbetoon aan Peter Houtman. Ja. Ken je Peter Houtman zelf ook persoonlijk? Ik heb hem een paar keer gewoon, kortstondig gewoon een hand gegeven en een praatje gemaakt. Maar ik denk niet dat hij mij kent als dichter van Zuid of wat dan ook. Ik kom over dichter bij de camera, maar Peter Houtman gaat het natuurlijk ook zien. Om, ja, dat komt goed. Dit is Peter, dit is Ruben, de dichter van Feyenoord, de dichter van Zuid. En je hebt eigenlijk een primeur en een bijzonder gedicht voor Peter Houtman. Ja. Peter is natuurlijk niet alleen als speler, maar als jeugdtrainer, als presentator. Stadionspeaker. Op allerlei soorten manieren is hij aan Feyenoord verbonden. Gewoon een prachtvent, een icoon.
Sympathieke. Ja, ook gewoon sowieso een hele sympathieke vent. En, hij is eigenlijk nooit weg geweest bij Feyenoord, vind ik, Peter. Groningen tussendoor, hè. En, Sparta volgens mij ook nog in het verleden. Ja, en Sparta, Excelsior, maar 4 keer teruggekomen, hè. Dus hij heeft 4 periodes bij Feyenoord. En dat vind 4 keer teruggekomen, hè. Ja, dat vind ik prachtig. Weet je, dus op allemaal in... En zelfs een keer de zilveren schoen gewonnen, hè. Ja, gewoon ongelooflijk. De zilveren schoen gewonnen. Kijk, dat weet hij nog. De zilveren schoen. Een Feyenoord shirt. De zilveren schoen gewoon bemachtigen. Dus het is niet niks. Het is niet dat hij alleen maar een beetje aan de cornervlag heeft gezeten of zo. Of het gras heeft lopen maaien. Nee, die man die was gewoon in de 16 was die gewoon zo'n killer. En ja, gewoon prachtig. Weet je. Ja, Peter Huidman heeft natuurlijk de beste tijd met Feyenoord gehad in het seizoen... 1983-84 natuurlijk, met de Gouden Gids. Ja. Ja, daar komt Matuna voor nog heel even op terug. Maar even een bijzonderheid. Peter die gaat dit stukje van ons natuurlijk zeker horen. Dus even mijn vraag aan jou. Kun je misschien even jouw primeur gericht aan Peter Huidman jouw gedicht even voorlezen? Ja, tuurlijk. Lieve Peter... Je bent een man naar mijn hart, heerlijk jezelf, maar toch speciaal. Je bent een icoon van rood, wit, zwart, won bij onze club de beker en de schaal. 4 keer droeg je onze kleuren, met je goals zet je ons vaak in vuur en vlam. Maar ook in Groningen openen ze eervol alle deuren. Plus je speelde voor alle 3 clubs in Rotterdam. Je had evenveel clubs als doelpunten voor je land. In een jaar Feyenoord kreeg je zelfs een zilveren schoen. Spits, jeugdtrainer, presentator. Je bent een man van hand in hand. Je bent de stem van ons legioen. Je enthousiasme zweeft als Feyenoord scoort. Je warme persoonlijkheid zet alles in bloei. Peter, blijf nog maar lang verbonden aan Feyenoord. Ook al komt er ooit het onvermijdelijke. Doei, doei. Fantastisch, fantastisch Robin. Een heel mooi gedicht. Peter, dit is van Robin van de Heuvel en ook... Maar toen in voetbal, helemaal top, Robin. We gaan Peter nog zeker even groeten en spreken. En we zullen ook namens jou ook, je mag ook hier de groeten aan Peter Huidman doen. Nou, bij deze Peter, de groeten vanuit hier. In persoonlijke sfeer zit het niet allemaal even mee, heb ik begrepen. Voor de rest ga ik er niet over uitweiden, maar heel veel sterkte thuis. En we houden van je. En blijf nog lang zo doorgaan, kan je. Helemaal top. Goed. Peter, dit was het. We sluiten het zo meteen even af. Kijkers, bedankt voor jullie aandacht. Ook de groeten aan jullie. Rotterdammers, Feyenoorders, het legioen, alle supporters. Heb jij nog een groet naar buiten toe, naar de voorkamer? Dus even extra vlammen voor mij. Schreeuw ze naar de overwinning tegen die Duitsers. Hè? Dat moet gewoon even. Zo doen we dat. Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken. Robin, tot de volgende keer. Ja? En heel veel beterschap ook. Ja? Goed, heel goed. Klasse. Jongens, dichter verzuid, dichter van Feyenoord, Robin van de Heuvel. Tot de volgende keer. Of drie. Sterk in Rotterdam.